Welkom bij de ASO Show, het programma over opmerkelijk menselijk gedrag en een programma vol met prikkelende dilemma's. Vanavond onder meer Kiki, een van de weinige, zo niet de enige vrouw in Nederland die contact heeft met bomen. Ja, ik voel gewoon hun onmacht dat ze gewoon niet gerespecteerd worden in dat wat ze zijn. Maar nou komt hij bij. De sfeer is nou weer kijk. 16 jaar ingezetene van bingelraden en dan nog als een vreemdeling het land uitgezet worden. En nog steeds verdwijnen er jaarlijks op raadselachtige wijze jonge kinderen. Hallo. Mag ik even je kindje vasthouden? Huh? Ik ga kijken of ik eerst even mijn gasten kan vasthouden. Dat is het allerbelangrijkste. Sjoukje, jij hebt wel eens gezegd dat je niet zo voor tutoyeren bent. Hoe komt dat? Nou, gewoon in het onderling samen, als mensen elkaar goed kennen, dan vind ik dat niet zo erg. Maar mensen die mij niet kennen en die dan ineens gaan jij en jouwen, dat vind ik heel vervelend. Want ik vind dat omgangsvormen zo het verkeer tussen mensen zo aangenaam maken. En sommige mensen zien het u zeggen als afstandelijk en als arrogant. En ik vind het juist dat ik dus mensen die ik niet ken, daar zeg ik juist u tegen, omdat ik die in zijn waarde wil laten. Wat zeggen wij? Heel vreemd. Wij zeggen jij. Wij zeggen jij. Hadden we afgesproken. Oké, dit is mijn eerste gast, actrice Sjoukje Hoonmaier. Zit je lekker? Nou, ik zit. Past het een beetje? Ik zit. Hoe komt dit? Is dat... Ik heb zo'n idee dat... Gisteren was het grote omnummerdag. Dan vraag ik me af, hoe moet je nou die telefoonboeken gaan scheuren vandaag? Die oude, die nou overbodig zijn. Nou, laten we even in de kast leggen. Die pakken we volgende keer wel. Hoe is dat nou gekomen? Dat is gewoon een... ik noem het zelf een sportief ongevalletje geweest. Het is met een trainingwedstrijdje eigenlijk gebeurd. Waar ik een auto op zijn kant gooi. Waar we z'n allen waren bezig. En ik greep links in een beetje olie, denk ik. Ik wou die wagen omgooien. Gleed uit mijn linkerhand. Ik kreeg een dakrand op mijn hoofd en recht hielijke met mijn stomme kop nog vast. Dus is er een pees van het bot gescheurd. En het is operatief hebben de heren chirurgen het weer aan het bot vastgezet. En nou nog 1 week en dan gaat gelukkig de gips eraf. Maar ja, dat zijn de risico's van het vak. Want het is mijn tweede gast, sterkste man van de wereld, Ted van der Parre. We beginnen het programma altijd met te vragen naar een korte reactie op een aantal steekwoorden. Begin ik met jou, Sjoukje. Ja. Piercing. Eng. Jakkie. Ja, je oren zijn wel een beetje gepierst. Ja, nee. Dikste piercen. Oh, het is nep pierced. Nee, ik vind het eng. Ik vind het menselijk lichaam, dat is iets autonooms en dat moet je niet kapot maken. Niet doorboren. Nee, ik vind het eng. Een huisarts. Een huisarts? Ja, ja. Hoezo ook toch bij die vraag hoezo, komen? Ja, ja, hoezo ja. Huisarts? Nou, ik heb een hele goede huisarts. Ja. Ik kan er dus niks van zelf, maar die huisarts die kan echt wat. Mensen kwamen wel eens naar jou toe, heb ik gehoord, hè? Ja, wel, maar toch heel, heel sporadisch hoor. Wel nee, ben je gek. Het was meestal zo dat ik brieven kreeg van kinderen en die zeiden, mag ik bij u komen wonen, want ik vind u zo'n leuke moeder. Nou, dat is, dus ja. Dat vond ik eigenlijk veel leuker. Nou, als je het kan combineren is het helemaal ideaal natuurlijk. Ja. Ten slotte, Duitsers. Duitsers, als het goede Duitsers zijn, is er niks aan de hand. Nou, net de jeugd van tegenwoordig, die vindt... Ja, maar ik denk toch dat Duitsers dat ook... Toch... Ik denk dat dat zo ontzettend opgefokt wordt. Want als ik heel eerlijk ben, moet ik zeggen dat heel veel jonge Nederlandse mensen in het buitenland zich meer dan schandalig gedragen. Echt dat je iets hebt van, heb het niet over andere jongens, kijk eens helemaal naar me, eerst eens even naar jezelf. Want het kan werkelijk niet wat jullie hier allemaal uitspoken. Dus daar moet helemaal niemand het over hebben, vind ik onzin. Ja, heb jij iets met Duitsers of iets tegen Duitsers? Of... Nee hoor. Jij verslaat ze meestal toch? Er zijn er twee in het circuit die we wel eens tegenkomen met de wedstrijden. Dan is het toch wel leuk om van hun te winnen. Dat is toch wel iets speciaals. Jawel. Huiselijkheid. Ja, heerlijk. Je hebt ik zit vaak in de vreemde, dus in het buitenland voor wedstrijden. Ja. En is het altijd prettig om een thuisbasis te hebben. En dat is rustgevend. Rustgevend. Openstaande deuren. Ja, waarom niet? Het legt er ook al waarvoor en voor wie, maar bij mij is de deur eigenlijk voor iedereen altijd open. Maar is het niet zo dat je dan kan irriteren als zo'n deur niet dicht is of zo?
Nou, ja, in mijn slaapkamer moeten alle kastdeuren moeten dicht zijn. Dat vind ik vervelend. Waarom moeten alle kastdeuren moeten? Alle kastdeuren. Dus dat je de melkboer er even in propt en dan... Nou, nee, ik weet niet wat het is. Dat heb ik. Dat is iets dat heb ik altijd al gedaan. Toen ik nog thuis woonde, ook als kind zijn, als er een kastdeur open stond. Nee, dat moet gewoon dicht, klaar. Een kastdeur moet dicht. Die moet dicht. Maar je doet het wel voorzichtig dan, neem ik aan, hè? Ja, die valt gewoon normaal dicht. We houden de boel heel. De juryrechtspraak in Amerika. Ben ik geen voorstander van. Nee. Nee. Gezien wat er gebeurd is... Nee, buiten dat, het is... Er zitten een aantal mensen die moeten dan een oordeel gaan vellen. En dat... ik ben gewoon voor het recht wat we hier in Nederland hebben. Dat gewoon de rechter zegt van boem, dat is het en klaar. Die man is ervoor opgeleid en de jury die zit maar een beetje te wikken en te wegen. Tenminste, ik noem het maar het is natuurlijk heel iets anders. Maar ik vind gewoon zoals de rechter het hier doet, prima. Voor mij hoeft het niet. Ja. Nou, tenslotte, dat vind ik iets heel bijzonders, roken. Ja, dat is ja. Voor mij een zwakte. Kijk, het is, ik drink niet en ik, mijn enige zwakte is dan, gezien dat van het sport, is dan het roken. Maar aan de andere kant ben ik heel blij dat ik geen marathonloper ben. Want dan wordt het natuurlijk een vervelend iets om dan roken af te leren. Voor mij is het gewoon een korte explosie, die sport die ik doe. En daarna ja, even een checkie draaien? Ja, als ik weer uitgeblazen ben wel, ja. Oké, dank jullie wel, tot zover. Mensen die dit programma zien en die hier vaker naar kijken, die weten dat wij regelmatig dilemmaatjes hebben. Van die moeilijke vraagjes waar je eigenlijk maar twee antwoorden op kan geven. A en B. Nou, dat gaan we hier in de studio ook doen. We hebben kastjes, het publiek doet mee. Laat de kastjes maar eventjes zien. Ja, de mensen zwaaien er alweer heel blij mee. Concentratie, hier komt het eerste dilemma. Er komt een oude vriendin bij je eten. Allebei dol op rood vlees, dus je hebt een paar overheerlijke pepersteaks in huis gehaald. Terwijl je aan het koken bent, kletsen jullie vrolijk verder. Je vriendin vanuit de kamer, jij vanuit de keuken. In een onbewaakt ogenblik valt plotseling de pepersteek op de grond. Er kan bij jou van de vloer gegeten worden, dus de steek wordt weer terug in de pan gelegd. Ondertussen keuvel je vrolijk verder, waardoor je vriendin niets in de gaten heeft. Het eten is klaar en wordt geserveerd. Aan wie geef je de pepersteek die op de grond is gevallen? A. Aan je vriendin, die weet immers van niks en zal er niets van merken. B. Je eetlust is gelijk weg, maar je besluit toch om hem zelf op te eten. Druk hem maar! Ja, 26% van de mensen zegt A. En dat betekent, als ik het goed heb onthouden, dat ze de steek gewoon aan die vriendin geven. En het merendeel van de mensen, 74%, die zegt, nou, ik neem hem zelf wel. Maar ik ben natuurlijk op zoek naar iemand van die 26%. En nou weet ik dat hier in het hoekje vaak van dat soort mensen zitten. Jij kijkt heel erg bang. Wat heb jij gestemd? A. Ja, dat dacht ik al. Ja. Dus jij zegt er gewoon helemaal niks van? Nee. En je geeft het aan die vriendin? Ja. Ja. Waarom? Waarom niet? Ze hebben het er niet in de gaten, dus ja. Hoe is het bij jou thuis, de vloer? Nou, daar kan je van eten, dus... Ja, echt waar? Ja. Maar ik bedoel, het is toch, je kan het toch ook net zo goed zelf nemen? Ja, je... maar ja. Nee. Je houdt het beste voor jezelf? Ja. Is dat een karaktertrekje van je? Nou, ik denk het. Ik weet niet. Ben je daar blij mee? Nou, waarom niet? Nou ja, ik ga maar even door. Er schuilt een bepaalde psychologie achter. Zijn er mensen die het gedrag van deze mevrouw verwerpen? Ja, kom op, kom op, kom op. Ja, oh ja, ja, dat is wat oudere mensen weer gelijk. U heeft natuurlijk B gestemd. Ja. Wat vindt u van wat deze mevrouw zo zegt? Nou, ik zou dat niet doen. Ik zou hem afwassen en ik zou hem opnieuw afwassen kruiden. Met afwasmiddel? Of, gewoon, nee, onder de kraan houden. Onder de kraan houden? En opnieuw... Opnieuw. Is het u wel eens een keer gebeurd? Ik denk van wel. Tuurlijk wel. Tuurlijk wel? Ja. Meneer zit zo te lachen. Die is misschien het slachtoffer ervan geworden. Nee? Nee, nee, u kent elkaar niet? Jawel. Oh ja? Te goed. Te goed. Volgens mij is het een goed punt om het dilemma even te laten rusten. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Er zijn mensen die bepaalde gaven hebben. Sommige van die gaven zijn zo bijzonder dat de mensen die ze bezitten voor gek worden aangezien. Wij gingen op pad met Kiki, de boombeschermvrouwen.
Mijn naam is Kitty. Ik heb contact met bomen. Ik voel wanneer ze bang zijn of als er iets met ze aan de hand is. En dan moet ik hen helpen. 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 Net zoals dat een kachel een bepaalde hitte heeft en dat je voelt van hé, daar begint de hitte, zo voel ik ook van hé, die boom voelt zich niet prettig. Ja, hoe voel je het? Het is net zoiets als moeders die gewoon in paniek raken als ze weten dat er iets met hun kind is. Zo van, je voelt dat er iets is en je weet soms wat er is en soms weet je niet iets is. Je voelt dan, ik moet wat doen en ik moet daarheen. En dat voel je in je hele lijf. Sommige mensen vragen wel van, hoe zie je nou dat, dat er wat aan de hand is met die boom of dat die angst heeft? Nou, daarnet kon je heel goed zien dat deze is er eentje staat te waaien. En dan is er heel veel beweging in die boom. Terwijl die daarachter is dan rustig. Het kan zo zijn dat die dus nu waait omdat die vrachtwagen daar komt en dat die sfeer niet oké is. Dus dan ga ik kijken wat is er mis met die vrachtwagen. Nou, je ziet dat hij er vies uitziet, maar je ziet dus ook ineens dat hij echt gewoon behoorlijk goor is. Namelijk, I'm rocking. En dit soort energieën. Dus die boom die voelt dan van, er is iets niet oké. Er komt iets aan en hij probeert dan gewoon met zijn hele hebben en houden nee te zeggen. Dus hij probeert zo'n onrust te creëren dat die vrachtwagen daar niet gaat staan. Nou, die vrachtwagen rijdt er toch gewoon doorheen, dus bam, trekt zich niks van aan. Iemand die sensitiever is, onbewust, die rijdt dan zijn auto niet hier neer, maar die zet hem daar neer. Vroeger hadden bomen aanzien. Ze stonden voor wijsheid en belangrijke gesprekken werden onder heilige bomen gevoerd. Kiki voelt dat bomen hun positieve sfeer aan mensen over willen brengen. Ze is echter een van de weinigen, misschien wel de enige, die dit waarneemt. Ik voel gewoon onmacht dat ze gewoon niet gerespecteerd worden in dat wat ze zijn. Maar nou komt hij bij. De sfeer is nou weer oké. Kijk. Kiki is zich 12 jaar geleden bewust geworden van haar gaven. Vanuit de kosmos openbaarde haar geleidegeest zich aan haar. Hij gaf haar een taak, de bomen te beschermen en aan de mensen terug te geven. Sindsdien waakt ze over de bomen als een leeuwin over haar wel. En ik vind ze zo moedig en zo mysterieus. En ze hebben onze bescherming heel hard nodig, want mensen gaan heel grof met bomen om. Elk miertje kan vluchten, elk diertje kan vluchten. En zij staan hier gewoon in hun trots en glorie. Dus als erachter staat een boom, die had ik nog van mijn hele leven nog nooit gezien, maar daar hadden ze hoogspanningskabels omheen gelegd. En die heb ik dus tot 3 keer weg moeten halen en die boom die stond helemaal... En nou, als ik het weghaal, dan was het weer oké. En nou, die staat nu ook weer een beetje bij te komen van, we hebben het weer gehad. Dat mensen me bestempelen als dorpsgek komt omdat ze nooit goed naar deze boom hebben gekeken. Van iedereen die gewoon begrijpt wat hier al 100 jaar staat en zijn best doet en de schoonheid ervan voelt. Die mensen noemen mij geen dorpsgek. Die snappen gewoon dat ik gelijk heb. De mensen die alleen maar achter hun computer en hun pilsje zitten en nou, voor de rest niet nadenken. Ach, die noemen alles gek wat ze niet kennen. Dus ik, nou, liever de dorpsgek dan grijze muis. Jij doet nogal eens wat met boomstammen. Ja. Maar als je dit zo ziet,
Zou je dan voortaan een beetje voorzichtiger zijn? Nee, dat niet. Ik denk niet dat, dat zij het kan waarderen wat ik met boomstammen doe. Denk ook niet, nee. Nee, daar zal ik niet echt blij mee zijn. Nee. Ja. Kijk, wat zij, die bomen zijn op zich heel mooi. En, maar met tegen een boom te gaan lopen praten en daar je emoties uit putten, nee. Ja, maar jij bent altijd met dode bomen, die zeggen niks terug. Nee, maar heb jij wel eens een boom horen praten? Ik niet. Nou, de vraag is natuurlijk, dat vraag ik ook een beetje aan jou vragen, Sjoukje. Kan je je invoelen in hoe die mevrouw? Oh ja. Heb jij dan wel eens een boom horen praten? Of? Nee, ik heb nooit een boom horen praten, maar je hoort wel als een boom pijn heeft. Want ik zal nooit vergeten dat ik een jong meisje van een jaar of 4, 5 was. Toen waren wij in Friesland ondergedoken en daar speelden de kinderen met een soort van Friese bijlen. Die hebben een soort van aks, aan één kant een snijvlak, aan de andere kant een punt. En die ramden dan met die bijl in die boom en dan luister je en dan hoor je door die boom gaan. Dus dat hoor je. Die boom voelt dat. Dus ik ben ervan overtuigd dat je moet met alles wat er in de natuur is voorzichtig en goed omspringen. Mensen zijn zo makkelijk in het idee van dat leeft niet, dat is een dood ding. Kan je Ted overtuigen? Ted, dat leeft, dat is geen dood ding. En we moeten niet vergeten dat... Ik wil niet zeggen dat het dood is. Nee. Maar dat is een... Ja, nee. Nou, goed. Het gaat me iets te ver. Kijk, je kan er gewoon met biervaten, kan je er gewoon ook heel goed sterk zijn. Maar die zijn ook van hout gemaakt. Ach, nou, dan is doen we kunststof, dat mag ook niet. Nee. Kijk, je doet wel eens boomstam tillen en je doet wel eens met de Highland Games doe ik ook wel eens mee. Dan moet je paal werpen. Oh ja. Wat moet je dan gebruiken? Een lantaarnpaal? Nee, dat... Dat gebeurt ook, hè? Maar dat je gewoon een boomstam gebruiken. En wat zou ik nou aan had van ja, dat je in een boom staat met een bijl, dat je die boom hoort zingen, noem ik het maar. Ja, dat lijkt me logisch. Een geel, een pijngeel. Als je naar een houtzagerij gaat en je gaat er een boomstam of je gaat er een stuk hout klieven, hoor je het ook snerpen. Dus ja. Ja, maar dat is de zaag die dat geluid maakt. Nee, ook al zet je gewoon een beitel erin en je trekt hem open, hoor je hem ook snerpen. Dus nou. Ja. Ik vrees dat we komen niet tot elkaar. Nee, ik denk dat het veel belangrijker is om je te realiseren dat wij als mensen uit dezelfde materialen zijn opgebouwd als alles om ons heen. Hey, dankjewel voor je commentaar tot zover. Ik vraag me af, zijn er hier jonge moeders in de zaal? Ja. Ja. Zijn er hier jonge moeders die misschien de foto's van hun kindertjes bij zich hebben? Ja. Laat even zien. Oh, kijk eens eventjes. Ja, die ene is groter dan die ander. Hoe oud is het? Hier was hij nog maar net een dag, maar inmiddels is hij wat ouder. Ja, dat gaat steeds maar door, hè? Wat ik me afvroeg, hè? Als een wildvreemde man aan jou vraagt, mag ik even jouw kindje vasthouden, wat doe je dan? Dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet? Nee. Dat gebeurt. Dan wil ik ook even... Je hebt ook een hele mooie foto, zie ik. Bijna een naaktfoto, ik zou hem eigenlijk even ervoor moeten houden. dezelfde vraag eigenlijk. Als een wildvreemde man aan jou vraagt van... mag ik jouw kindje vasthouden? Wat doe je dan? Ja, als je de kans krijgt om te antwoorden, dan mag dat natuurlijk niet. Maar vaak krijg je de kans niet eens. Het is me een keer overkomen dat ik bijna mijn kind kwijt was. Joh. Dus, echt waar? Die pakte gewoon kinderen. Nou, het was een oudere mevrouw. En die zei van, ik moet even knuffelen, want ik heb alleen maar een oude kater van 19 jaar. En geen kinderen en geen kleinkinderen. Dat lijkt me een reëel verzoek. Ja, het was geen verzoek. Ze nam het mee? Het was een eis. Ze pakte hem gewoon. Weg. En wat doe je daar nou tegen? Toekijken. Een baby vastbinden of zo. Ja. Nou, sindsdien ligt hij in de kinderwagen als ik het dorp inga, altijd in zijn tuigje, dat ze me niet zomaar uit kunnen halen. Hij ligt aan de ketting? Nou, in zijn, gewoon om zijn kinderwagentuigje. Ja. Niet zo over de schouders of zo. Voor de zekerheid. Dat ze niet zomaar hup je kind uit de kinderwagen kunnen halen, want het gebeurt. Het gebeurt. Nou, wij vroegen ons dat ook af, of het gebeurt. En of als moeders dat gevraagd worden, of ze dan inderdaad altijd zeggen van... Nou, mij gaat dat niet gebeuren. Dus wat hebben wij gedaan? De verborgen camera kwam eraan te pas. De wildvreemde man. En wij gingen de straat op met die ene vraag. Mevrouw, mag ik even uw kindje vasthouden? Oogappeltjes, hartendiefjes, lievelingetjes en moeders mooiste. Ze zijn het allemaal en allemaal zijn ze het. Lief, leuk, schattig, soms een tikje ondeugend, maar in ieder geval zijn ze afhankelijk. Afhankelijk van één persoon, een moeder of vader. En daarom zitten vader en moeder er bovenop als leeuwen. Wat zou er gebeuren dus als een wildvreemde zich zomaar op straat tot de jonge ouders richt met een verhaal, uitmondend in die ene vraag? Mag ik uw kindje even vasthouden? Hallo, mag ik wat vragen? Beetje rare vraag. Ik word binnenkort vader. Ja. Dat is wel heel leuk. Ja. En ik ben op zoek naar kinderwagens. Ja, bevat deze goed? Ja, deze wel. Ja? Ja. Deze weer nieuw gekocht? Ja. Maar dit is gewoon een bak, weet je wel. Dan zit er ook een wandelbal. Ik kan gewoon zo pas eruit. Ja. En dan kun je helemaal inklappen in onszelf. Lig jij ook lekker?
Je bent ook nog niet zo oud, hè? Ach, zit je te huilen? Ach, 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 ach. Ach, ach. Mag ik hem even vasthouden? Ja, doe hem heel even dan. Heel even dan? Hoe moet het? Zo? Ach, joh. Dat was wel schrikken, of niet? Ik vond het kapot erg niet meer. Ja? Ja. Waar schrok je van? Oh, dat hij vat houden. Maar ik denk aan mijn grote broer bij, want ik kan niets gebeuren. Nee, want wat dacht je? Ja, ik weet het niet. Ik denk, die gaat er zo vandoor natuurlijk. Ja, toch doe je het. Ja, toch heb ik het gedaan, ja. Ik zat nog scherp, ja, eerlijk gezegd wel, ja. Ja. Maar ook wel, denk ik. Ja. Toch iets van je eigen. Ja. Ik kap kan er helemaal af. Ik kan hem helemaal uit elkaar halen. Ja, fantastisch hoor. Wielen kunnen eraf. Wat goed. Ja. Dit is een hoogte. Oh, ook nog. Oh, dat is ook lekker. Dan gaan we verder. En het tillen, dat gaat allemaal goed? Ja, dat gaat best. Ja? Ja hoor. Dan zou ik me heel even mogen vasthouden. Ja? Hè? Heel eventjes. Heel eventjes. Heel even verder. Even hey, jochie. Hoi, jochie. Hey, lekker. Mag ik haar heel even vasthouden? Raten? Ja, heel even. Ja hoor, man. Ja, gewoon een leukertje. Een vreemde meneer, hè? Een vreemde meneer. Een vreemde meneer. Ja, is dat nou helemaal een vreemde meneer die jou vasthoudt? Want zo'n kinderwagen is vaak je kunt ze kieperen. Je moet wel opletten dat je ze kan kieperen. Ben je ze leuk? Mag ik hem heel even vasthouden? Nee. We moeten weg, kom op. Heel even. Nee, ik ga echt nee. uit. Nee, maar heel even vasthouden. Ja. Niet? Nee, ik schrok niet. Nee. Ik keek ook meer naar de reacties over hun, van nee hoor, we gaan, weet je wel. En toen ik, dacht ik, ja, nee, laat ik me niet doen. Zo. U vond allemaal dat ze het niet moest doen? Nee, en daardoor dacht ik... Maar ik woon in de stad, ik zou het überhaupt nooit doen. Nee, er zijn wel meer kinderen verdwenen. Nee hoor, alles goed, lief en aardig, maar mijn kind zou ik nooit vaststaan. Hoezo lachen, dat is, je hebt gezegd... Deze vrouwen deden dus niet, maar de meeste tot nu toe wel. We doen er een schepje bovenop en besluiten nu zomaar, zonder inleiding, tot de aanval over te gaan. Zo! Een tweeling, hoi! Wat leuk! Hoi! Dat is één eier, hè? Nee, twee eieren, goed, een jongen en een meisje. Ach, hoi! Wat geweldig leuk zijn ze! Nee, ze mag ik er eentje even heel veel vasthouden? Vasthouden? Ja? Hij me niet meeneemt? Nee, ik blijf erbij staan. Ach, wat leuk! Wat ben je een schatje? Naar die meneer. Wat ben jij een schatje? Ach, 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 ach. Hallo, Jochie. Oh. Dan zet ik hem gelijk weer binnen. Doe maar gauw. Hallo. Mag ik even je kindje vasthouden? Huh? Even je kindje vasthouden? Nee, ik dacht nee, maar vind ik zo leuk. Nee, dat doen we niet. Ja, maar het is zo'n leukertje. Ja, heel even. Wel, nee. Dat mag ik hem even vasthouden. Ja, de grote vraag is natuurlijk, wat gaat deze mevrouw doen? A. Ze geeft haar kindje uit handen. B. Ze geeft haar kindje niet uit handen. Druk hem maar. Ja, 30% van de mensen. A zegt, ze geeft haar kindje wel uit handen. 70% van de mensen. B zegt, ze geeft haar kindje niet uit handen. Ik ga het even vragen aan onze deskundige hier. Wat denk jij, Sjoukje? Nou, we hebben het er net over gehad met z'n tweeën. Ted dacht van wel dat hij daar geen problemen mee zou hebben. Nou, ik weet het niet, hoor. Je twijfelt? Ik twijfel ontzettend. Ik denk toch dat ze het doet. Dat ze het wel doet? Ted? Ja, ik zit er geen bezwaar in. Kijk, die man die komt gewoon lekker aanlopen. Mag je kindje even vasthouden? Nou ja. Als jij zou komen aanlopen... dat is niet eerlijk. Ik ben gek op kinderen en zeker als het nog in zo'n kinderwagen zit, vind ik helemaal leuk. Maar ja, ik weet niet hoe ze dan reageerden. Dat weet ik niet, maar... We gaan eerst even kijken hoe het hier afliep. Ja of nee? Nee, de man zat te wachten. Nou. Maar heel even. Nee, doe maar niet. Maar ik doe het niks engs. Nee, dat weet ik niet. Ja, ik sta hier bij Paul van Lange. Welkom, jij bent psycholoog aan de VU. Ja. Jij hebt onderzoek gedaan naar
pro-sociaal gedrag, zeg ik zo goed? Dat klopt, ja. Oh, wat goed, wat goed. Goed uitgesproken. Ja, hoe is het nou toch mogelijk dat heel veel van die vrouwen van tevoren zeggen... wij gaan absoluut dat kindje niet geven, op het moment dat ze geconfronteerd worden ermee, het toch doen? Ik denk dat voor een belangrijk deel dat het te maken heeft met het feit dat je in eerste instantie aan mensen vraagt van... stel dat er een vreemde is. En bij het woordje vreemde denken de meeste mensen al, nou, dat kan wel eens onheil zijn, dus zijn ze heel erg voorzichtig. Als die man daadwerkelijk op je afkomt in de straat, dan is het eigenlijk soms al geen vreemde meer. Is het al een vriend geworden? Nou, een vriend is het nog niet, maar vooral wanneer er een vriendelijk inleidend gesprekje is en er komen een paar vleiende opmerkingen, dan is het zo dat mensen zich nog snel een klein beetje inlaten met bepaalde zaken waar ze achteraf inderdaad spijt van kunnen hebben. Er zijn tal van voorbeelden in de psychologie. Eentje wat heel leuk is dat als je bijvoorbeeld in een rij staat voor een fotocopieermachine, dan blijkt dat als je bijvoorbeeld wilt voordringen en je zegt van heel pontificaal zeg je van, goh, ik moet dit nog even kopiëren, kan ik even voor? Dat heel veel mensen eigenlijk zeggen, ja, doe maar. Maar er is eigenlijk helemaal geen echte reden waarom iemand voor zou moeten gaan. Waarom zouden ze dat doen dan? Mensen worden wat overrompeld en ze zijn eigenlijk, de basishouding is eigenlijk dat mensen toch vriendelijk zijn en behulpzaam. De Nederlander ook, die wil vriendelijk zijn. Ik denk dat de meeste mensen eigenlijk heel vriendelijk zijn. En nu heb je dus een situatie, je wordt overrompeld. En daarmee val je snel terug naar die, zeg maar, basishouding van vriendelijkheid. En toch maar dat je medewerking geeft. En dat is iets wat mensen dus heel spontaan eigenlijk doen. Ook al hebben ze er achteraf soms spijt van. Ik vind dat je dat voor een wetenschapper heel bondig hebt uitgelegd. Ja? Dankjewel. Ja, de grote vraag, was je verbaasd, Sjoukje, dat het gebeurde? Nou, ik dacht op basis van de manier waarop ze stond, dat had iets, niet iets afwerends. He, mensen kunnen ook in hun lichaam laten zien van de piekerik niet over. En ze had iets weifelachtigs, iets opens, waardoor ik dacht, nou, het zou best kunnen dat ze het zou doen, maar ze deed het dus niet. Ja, denk je, Ted, dat er een verschil is tussen het moederinstinct en tussen het vaderinstinct, dat man het misschien eerder zo'n kindje afgeeft? Ik denk, ja, een moederinstinct is altijd heftiger dan een vaderinstinct. Dat denk je? Ja. Denk je dat echt? Ik geloof dat het ook niet aan jou zou moeten zitten. Nee, dat legt er nooit eraan zitten. Maar als je zegt, een kind en mijn zoon omgaan, dan is het foute boel. Ja. Wat is een vreemdeling? Iemand met een ander paspoort? Iemand met een andere huidskleur? Iemand met een ander accent? In het Limburgse dorpje Bingelrade hebben ze daar duidelijke opvattingen over. Rust in Zuid-Limburg. In Bingelrade bepaalt de natuur het tempo van het leven. En de bewoners zagen dat het goed was. Nee, dat vinden we niet fijn. Nou, ik maak me er inderdaad kwaad over. Ja, vind ik eigenlijk een beetje absurd dat ze dat doen. Ik zou zeer jammer vinden als hij moet vertrekken. Hij hoort er gewoon bij. En hij kan niet weg. Onrust en verontwaardiging om deze man, Jim Scott. De ex-militair woont al sinds 1979 in Bingelrade en geniet sedert kort van zijn Amerikaanse legerpensioen. Hij wil blijven. Maar afgelopen augustus is zijn verblijfsvergunning ingetrokken. Jim moet weg. Ik heb een beetje frustratie met het systeem nu. Het is een beetje moeilijk in mijn leeftijd. Ik ben nu 45 jaar. En het is een beetje moeilijk om nog een keer beginnen, opnieuw beginnen. In 16 jaar tijd heeft Scott vele vrienden in het dorp gemaakt. Toen Jim's verblijfsvergunning werd geweigerd, hebben de bewoners meer dan 400 handtekeningen ingezameld als protest. Zij vinden dat Jim moet blijven. Er wordt geleefd, denk ik, naar de regels die er zijn, zonder dat men ook de sociale aspecten, die toch heel erg belangrijk zijn voor Jim, maar ook voor deze gemeenschap, dat die erbij betrokken worden. Dat vind ik een beetje, eigenlijk wat asociaal. Ik vind dat ze die mensen, zeker zoals hij, die zoveel jaren hier wonen, vind ik eigenlijk een beetje absurd dat ze dat doen. Ja. Hij is hier zo in gewij hoort bij Bingelrade, hè Jim? Ja, dat is waar. Hij hoort erbij, ja. Ik vind het een fantastische jongen, hij wordt. Want ik vind het ook, ja, als het zou gebeuren, vind ik het ontzettend zonde. Want het is namelijk ook hier voor het dorp, het is gewoon één in het dorp. En echt, het hele dorp staat achter hem. Ja. Hoi, hoi. Ja. Maar nee is nee. Geen verblijfsvergunning omdat Jim onvoldoende banden met de gemeenschap zou hebben. De bewoners bestrijden dat. BBC 28 is de voetbalvereniging hier in het dorp. Ik ben daar zelf voorzitter van.
En Jim is wel eens af en toe terug geweest naar Amerika, van opleiding Jim, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. En toen heeft hij in New York, heeft hij dus met dit kentekenbord heeft hij rondgereden op zijn auto. Dus dat zegt toch iets over de verbondenheid eigenlijk, ja, in dit met de voetbalvereniging, maar zeker met het dorp Bengelraden. De hechte band met de bewoners blijkt niet alleen uit zijn voetbalcarrière bij BVC. Hij is ook de trotse vaandeldrager van Harmonie Sint-Cecilia en is altijd te vinden in het verenigingswerk. Vooral het carnaval spreekt hem aan. Carnaval is echt anders. We hebben het niet in Amerika. En ja, is voor mensen, het maakt niet uit hoeveel geld je maakt, hoeveel geld je verdienen. Allemaal is hetzelfde met carnaval. En ik denk ook dat hier in de kleine dorpjes, is, iedereen is bijna familie. Maar die familie dreigt hem te ontvallen. De uitzetting komt steeds dichterbij. Scotts advocaat is volop in beroep tegen de beslissing om Jim het land uit te zetten. Het besluit kan ieder ogenblik vallen. Burgemeester Meijers richt zich persoonlijk tot de mensen die moeten beslissen over Jims lot. Ik zou zeggen, neem in ieder geval kennis van deze uitzending. Bel me even en ik zal u overtuigen dat de heer Scott op materiële gronden verdient om hier te blijven. Ook al zouden zich daar formele regels tegen verzetten. Zoek ruimte voor een positieve beslissing. Oh, het dorp is mijn kleine hoekje van de wereld. Ja, ik wil hier blijven voor altijd. En ja, ik wil hier wonen. En ik wil hier begraven voor ja, over 30 jaar of zo. Het tweede van Sjoukje. Ja, regels die richten zulke rampen aan. Ja. Want regels zijn er voor mensen en niet andersom. En je merkt dus vaak dat een regel een soort van wals is die uitgevoerd wordt. En onder die wals worden mensen echt geplet. Ja. En dat vind ik dus zo goed, hè, om te zien hoe al die mensen zich daarvoor inzetten. Ja, mooi is dat, hè? Ja, dat vind ik ontzettend ontroerend. Ja. Dat vind ik echt schattig. Ja. Ik hoop ook echt dat het lukt. Jij bent ook een man die veel reist en zo. Maar heb jij wel een speciaal plekje in je leven waar je dan altijd op terugvalt, waar je altijd weer terugkomt? Ja, mijn thuisgrond. Ja? Dan denk ik het zeker. Ja, jij komt uit Vlaardingen? Vlaardingen, ja. Stel dat je door een of andere regel daar nooit meer mocht komen, hoe zou je dan voelen? Ja, lullig. Ja. Ja, dan zou ik maar heel lullig voelen, ja. Zou je toch wel alles in het geweer zetten om daar... Ja, dan zou ik zeker alles doen om daar toch weer te mogen komen. En dan is die man ook, die zit dan 16 jaar hier en dan moet hij dan weg voor een of ander regeltje wat moeilijk aanvechtbaar is, dat hoor je dan. Maar dan moet hij weer terug naar Amerika, moet hij daar opnieuw gaan beginnen, dat is toch... Ja, ik vind het absurd en zeker op die leeftijd, wat moet die man daar gaan zoeken op een gegeven moment? Vooral als je daar je plek hebt gevonden, dat je daar thuis bent. Hij heeft er alles, klaar. Oké. We gaan verder met een dilemma van een geheel andere orde. En iedereen gaat met mij kijken naar het filmpje. Het is zaterdagochtend en gedachteloos maak je de post open. Rekeningen, aanmaningen en een envelop met inhoud. Je bent meteen klaar wakker en 1000 gulden rijker. Totdat je merkt dat de brief niet voor jou bestemd is. Want op de enveloppen staat een heel ander adres. Een foutje van de postbode. Maar ook in jouw voordeel? Ah, ja, je stopt dat geld in je eigen zak. Niemand kan immers bewijzen dat de brief bij jou is gepost. B. Nee, je stapt in je auto en brengt het geld terug naar de rechtmatige eigenaar. Druk hem maar! Ja, 15% van de mensen die houdt het. En 85% van de mensen is eerlijk. Nou, ik vind het wel erg correct. En ik geloof er ook helemaal niks van. Ik wil iemand hebben die A heeft gestemd. Ja, als ik het niet dacht. Jij houdt het gewoon lekker zelf. Ik houd het lekker zelf, ja. Ja, niemand weet dat het bij mij in de bus is gekomen, dus... Ja? Ja, wie kan dat bewijzen? Moet lekker maar duizend gulden je hebt kijken. Toch nog iets van een gevoel, iets van een innerlijke beschaving, iets van een... Ja, maar ik denk dat de verleiding is zo groot, hè? Om het zelf te houden. Dus, ja. Je bent toch een beetje in de minderheid. Ja, nou... Maar dat maakt het niet minder moedig, natuurlijk, hè? Dat maakt mij niet uit. U zit een beetje naar hem te kijken. Nou, ik denk dat het... hoe hard je het nodig hebt.
Ja. Ik denk dat het daar aan ligt. En hij heeft het hard nodig. Dat denk ik. Dat kunnen we zo zien, ja. Ik ben student, ja. Nou, weet je wat? We gaan het nog ingewikkelder maken, want dat doen we altijd met dilemma's. Dat wordt altijd nog veel ingewikkelder gemaakt. En daarmee kijken we nu verder naar het volgende filmpje. Je hebt besloten het geld terug te brengen. Misschien is het geld wel van een bijstandsmoeder die echt op de kleintjes moet letten. En wie weet zit er nog een eerlijk vindersloon in. Je komt op het juiste adres aan en je mond valt open van verbazing. De eigenaar van die 1000 gulden blijkt in een kast van een huis te wonen. Wat doe je? A. Als de bliksem rechtsomkeer maken. Die 1000 piek zullen ze echt niet missen. B. Het is even slikken, maar je zet door. Want ach, geld maakt niet gelukkig. Toch? Druk hem maar! Ja, dat dacht ik al. Er zijn er een hoop bijgekomen. He, opeens is het heel wat anders. 37% en het was er net 15, dus er zijn er 22%. Want ik heb ook bij de KRO een cursus rekening gekregen. Ik wil wat van de overlopers hebben. Ja, iedereen houdt zijn mond dicht. Maar ik kan gewoon iemand zoiets vragen. Wat had jij gedrukt? A. A. En had je dat ook in de eerste instantie gedrukt? Nee, in eerste instantie had ik B. Maar als ze toch zo'n groot huis hebben. Ik heb nu zo'n groot huis. Je hebt wel een kind. Ja, daarom. Oh, dus dat is voor het kind allemaal? Ja, tuurlijk. Het is niet voor mezelf. Voor een kind is alles... dan mag het allemaal. Nou, niet voor mijn kind, maar... Ja. Maar echt gewoon geld van een ander wat je in je zak steekt? Ja. Ja, sorry. En in de bus zitten vaak ook hele bijzondere mensen. Eventjes over deze... Nou, oh nee, nou dan neem ik jou. Had jij ook gedrukt? Oh ja, B. Ja, B. Ja, ik ben heel braaf. Dus de B van braaf? Ja. Ik heb maar 2 keer B gedrukt. 2 keer B? Maar... Ja, want ik kan wel een heel zielig oud vrouwtje in het grote huis wonen. Die af en toe mensen op straat moet aanklampen om even het been vast te moeten houden. Zo'n kinderwagen met lege blikjes of zo, ik weet het niet. Kinderwagen met lege blikjes. Ja, die ze lopen te verzamelen, ik weet het allemaal niet. Nee, nou, één ding is zeker van dit dilemma, er komen bizarre fantasieën. En concentreren zich vooral in en ook op de bus. Laten we het daar even bij houden. Ik ga het eventjes vragen aan jullie. Wat zou jij doen, Ted? Nou, ik zou teruggeven. Klaar. Altijd? Ja, ik zou er geen vrede mee kunnen hebben om dat geld te gaan verbrassen van een ander. Nee. Nee, het is, die mensen hebben misschien dat geld ook verdiend. Ik verbras liever mijn eigen verdiendecentjes dan iemand anders' geld. Ja, jij zei hetzelfde, hè? Ja, ik heb ooit 16.000 gulden op mijn rekening bijgeschreven gekregen. Zo. Een vergissing van de bank in uw voordeel. Begrijp je wel? Ja. Dat ben ik toch wel teruggegaan naar de bank. En daar schrokken ze zich dus helemaal geel en groen. En maakten allerlei vreselijke diepe kniebuigingen dat ik dat dus een braaf kan terugbrengen. Wat netjes. Nee, dat is zo gek, hè? Ja, ik zou het netjes ook doen, natuurlijk. Die mevrouw die zegt het is braaf. En het heeft dan tegelijkertijd kennelijk iets lulligs. Maar dat is niet zo. Het is normaal. Het is zoals het hoort. Zo hoort het. Het is niet van jou. Ja. Terug met die hap. Maar ik bedoel, ik vind dat iedereen zich bewust moet zijn. Van het feit, we leven in dit hele kleine land met zo ontzettend veel mensen. Als je bepaalde leefregels met elkaar kunt houden, dan wordt het allemaal zoveel hanteerbaarder. Ja. Dat is echt heel belangrijk. Want ja, mensen bijten elkaar de strot af om de knulligste dingen. Om de knulligste dingen. En jij schudt het wijze hoofd van... Nou, ik ben het heel met Terijs. Als je dan sla de krant open en lees je daar dingen, dan denk je van... Nou, waar zijn ze in godsnaam mee bezig? Ik denk ook wel eens, als de hele Nederlandse bevolking uit jullie zou bestaan... hadden we ook helemaal geen probleem. Ja, maar natuurlijk, want ik ben een ontzettende driftkikker en een eigenwijze Rick. Verpest het nou niet! Nee, ik zit hier toch ook niet met zo'n dingetje boven mijn hoofd van de brave Hendrik. Nee. Maar echt, mensen moeten elkaar respect voor elkaar hebben en elkaar in elkaars waarden laten. Ook al zijn het niet jouw waarden en ook al ben je het niet mee eens, geef dat. Alleen het punt is dat die ander dat met jou ook moet doen. Ja, moet wel wederzijds zijn. Het moet wederzijds zijn. Ja, anders kan het niet. Bedankt voor jullie wijze woorden. In een bibliotheek heerst altijd een serene rust. Maar toch maken de medewerkers van de bibliotheek dingen mee waarvan je zegt... Nou. Hier komt-ie. De ASO top 3 van de openbare bibliotheek in Den Haag. Ja.
Men neemt een stille, goed geïsoleerde ruimte. Voeg daaraan toe wat boeken en tot slot nog eens wat boeken. Dek het geheel af met een deken van rust en u bevindt zich in een bibliotheek. Ingetogen en in opperste concentratie schuifelen de boekenwormen langs de enorme hoeveelheden leesvoer. Op zoek naar informatie over een ver land, een spannende doktersroman of gewoon een gedicht. Steeds weer een nieuwe werelden te groeien, hè, die je omringen en intenser boeien. En steeds voelen weer de innerste gedachten van vele mensen die hier staan te wachten. En aan hen door te kunnen geven hetgeen je zelf met vreugde kan mocht beleven. De Openbare Bibliotheek van Den Haag heeft net een nieuw onderkomen aan het spui gekregen. Een bedrijf dat draait op het uitwisselen van boeken, cd's en video's. Dagelijks wisselen 10.000 boeken van eigenaar. De boeken worden gelezen, teruggebracht, uitgeleend, gelezen, teruggebracht, uitgeleend, gelezen, teruggebracht, uitgeleend, gelezen, teruggebracht, uitgeleend, gelezen. Ja, en dan kan het natuurlijk gebeuren dat het boek niet helemaal puntgaaf meer is. Er zit wel eens kauwgom of er zitten wel eens koffievlekken op boeken. Mee naar het strand nemen en lekker vet en zandig terugbrengen. Met scripties en zo, dat moesten ze vaak afbeeldingen erbij hebben. En als ze het niet konden fotocopiëren, dan werden ze eruit gescheurd. Je hebt van die boekjes met invuloefeningen, bijvoorbeeld voor het halen van je rijbewijs. Nou, als de eerste de beste dat boek invult met een balpen, kunnen we het gelijk weggooien, want de volgende heeft er dus al niks meer aan. Of baby's die hebben toegeslagen en die hebben dan een boek een beetje gebruikt als lustobject, zal ik maar zeggen. Maar gelukkig komen mensen er altijd eerlijk voor uit dat ze een boek beschadigd hebben. En als je daar mensen op aanspreekt van zo heb je het toch vast niet meegekregen omdat het bijvoorbeeld zeik en zeik nat is, dan nee hoor, dat heb ik echt zo meegekregen. Ik heb een zeiknat boek geleend van u. En ook over een boete, omdat een boek te laat is ingeleverd, wordt nooit moeilijk gedaan. Op een bepaald moment had die meneer een zakmes tevoorschijn. Dus ik had echt zoiets van, ik helemaal naar achter lopend van help. Maar toen bleek in het zakmes ook een schaartje te zitten. En toen was hij zijn kaart in vier aan het knippen. Zo boos was hij dus. Dat was zijn boosheid. Dus die kaart werd in vier geknipt. Kortom, een fascinerende, verrassende baan waarbij je midden in het leven staat. Dus ook deze week selecteerden wij een aantal verhalen over het o zo correcte en beleefde gedrag van de bibliotheekbezoeker. Met op 3. In de vroegere situatie was het wel zo dat de mensen speciaal naar de bibliotheek kwamen omdat het zo rustig was en dan konden ze lekker slapen. En als ik dan zei we gaan sluiten, dan hoorden ze dat natuurlijk niet. Dan moest ik wel keihard op de tafel slaan dat ze wakker werden. Op 2. De mensen die binnenkomen met een walkman op en die dan niet van plan zijn af te zetten. En dat jij dan het verhaal mag gaan vertellen tegen ze zo van. Terwijl, en dat zij vinden dat jij steeds harder moet gaan praten om over het geluid van die walkman heen te komen. Maar eerlijk is eerlijk, ook het personeel laat zich wel eens gaan. Daarom op nummer 1. Ik heb wel eens meegemaakt dat een klant echt ruzie begon te maken. En dat die klant tegen mij zei, ik wil dit boek meenemen. En dat ik zei, ik mag dit boek niet meenemen. En dat alle twee van weerskanten van de balie aan dat boek stonden te rukken en elkaar allerlei verwensingen begonnen toe te roepen. Nou, zeg nooit meer dat het niet saai is in een bibliotheek. We zijn bijna aan het einde gekomen van de ASO-show. Is een magisch moment. Dan vragen we altijd aan de gasten of ze nog iemand hun excuses willen aanbieden voor iets wat ze in het verleden hebben gedaan. En daarvoor mogen zij camera 4 nemen. En de eerste die dat van mij mag doen is Sjoukje. Ga je gang. Ja, het gaat niet over iets van verleden, het gaat om toekomst. Ik heb namelijk hondjes, kleine tekkeltje, kijk hier. En die blaffen ontzettend hard. En ik ben zo bang dat mijn buren, die daar net zijn komen wonen en geen hond hebben, de vorige buren hadden namelijk één hond, dus die hond blafte ook, dus dat gaf lekker niet. Maar deze mensen, die hebben dus geen hond. En die kleine hondjes van mij, die kunnen, hoewel klein, heel hard blaffen. En daar wil ik mijn excuses voor aanbieden. Ik probeer er van alles aan te doen, maar het zijn tackles en ze zijn bloedeigenwijs. En soms doen ze het, maar ze doen het ook vaak heel erg hard. En dat vind ik erg vervelend. Nou, het lijkt me heel duidelijk. Ted. Ja, ik wil graag de excuus maken aan mevrouw, Ineke. Want ik zit, zoals je ziet, zit ik in het gips al een week of 7 en ik mag dan geen auto rijden. Dus als ik ergens heen wil, moet ik aan haar vragen, joh, breng me daar even heen. En dat is om die zwerf, maar dat moet dan gebeuren in mijn auto. En dan moet zij rijden, want ik mag dus niet rijden. En dan is het, ja,
Je kan wel zeggen, lopen de spanning een beetje hoog op in de auto. Dus Ineke hiervoor, sorry. Sorry en nog eens een keer sorry. Dat lijkt me duidelijk. Dank jullie wel. Dit waren mijn gasten Sjoukje Hoijmaier en Ted van der Parren. En u weet het, als u een keer wilt schrijven naar Caro's Asocial, omdat u een ergernis heeft, omdat u zich ergens aan ergert, of dat u überhaupt iets over asociaal gedrag wil melden, schrijf dus dan naar het bekende adres Caro's Asocial, postbus 23000 1202 EA te Hilversum. Dit was de Asocial. Tot de volgende week. I'll be back.